Beste collega's, geheel in de lijn van de opzet voor de PGO-bijeenkomst wil ik jullie via dit filmpje nog informeren hoe ik de bijeenkomst voor me zie. Dus op welke manier dat ik denk dat je die avond het beste kunt invullen. Avond of middag, kan allebei. De studenten die komen binnen en die gaan gewoon zitten. En dan wil ik beginnen met de bijeenkomsten plaatsen in de opzet van het PGO van dit jaar. Dus dat we eerst de kennistoets hebben gedaan. Dat we vervolgens met partner uit het werkveld, dat we daarmee een bijeenkomst hebben geregeld. Nou, de bijeenkomst die daarna is gekomen, die heeft betrekking gehad op het COLA-onderzoek. Dus dat je zelf, een onderzoek hebben we voorgedaan. En deze bijeenkomst die is er dan op gericht om zelf het onderzoek uit te voeren en vervolgens een onderzoeksmethode te oefenen waar de studenten dadelijk mee gaan werken. Nou, wat is dan de volgende stap daarin? Dat er groepen worden gemaakt die gekoppeld worden aan onderzoeksmethoden. Mijn voorstel is gewoon dat je bijvoorbeeld vraagt van wie gaat er observeren, wie gebruikt observeren als onderzoeksmethode. Nou, als je dan een man of 8 hebt, nou, dan maak je 2 groepen van 4. Ik zou groepen maken van maximaal 5. En dan als je dus 8 personen hebt die gaan observeren, heb je 2 groepen van 4. Die groepen geef je de observatieformulieren, die liggen in jullie postvak, de papieren versie. Geef je dan. En vervolgens gaan die mensen met dat papier en een groep bekijken de PowerPoint met betrekking tot observeren. Nou, en dan moeten ze feitelijk alle stappen kunnen doorlopen. En dat geldt ook voor de groep van interview. Die hebben ook een papieren blad nodig. Dat geldt ook voor de groep van enquête. Die hebben ook een papieren blad nodig. En dat geldt ook voor de groep die gaat werken met schooltoetsen, maar zij hebben geen papieren blad. Zij krijgen de data in de PowerPoint aangeleverd. Dus iedereen kan zelfstandig aan de slag gaan. Ik heb ook proberen ervoor te zorgen dat iedereen in de groep een opdracht krijgt. Nou, bij interview is dat alle mensen, alle 5 personen, gaan ook andere collega-studenten interviewen. Bij observeren is het zo dat er, als je een groep van 3 hebt, dan heb je dat er 2 mensen observeren en 1 is de tijdbewaker. Als je er 5 hebt, dan zijn er 2 keer 2 die een persoon gaan observeren en 1 is de tijdbewaker. En als je er 4 hebt, nou, dan moet je kijken of dat je er 2 mensen tijdbewaker maakt of dat je toch 2 groepen van 2 maakt en dat er dan eentje, of dat ze dan zelf de tijd bijhouden. Dat is dan het idee. Met schooltoetsen, die kunnen zelfstandig aan de slag. Interview had ik volgens mij al gehad. Ja, die kunnen ook aan de slag. Oh ja, dan is er nog de enquête. Nou, dan moeten 10 vragenlijsten worden afgenomen. Dus ze moeten 10 mensen zoeken die die vragenlijst invullen. Wat krijg je dan tijdens de bijeenkomst? Dan krijg je een bepaalde dynamiek dat mensen ook buiten hun groep nog data moeten verzamelen. Dat is bewust gedaan, omdat dat eigenlijk ook in je onderzoek is. Het gaat buiten je eigen groep, ga je data verzamelen. En dat zorgt, ook in je onderzoek, zorgt dat voor problemen. Nou, dat zal tijdens die bijeenkomst zal dat ook naar voren komen. En dat kun je daarna kun je dat ook terugpakken. Volgens mij heb ik nu zo'n beetje alles aangegeven waarvan ik in eerste instantie denk dat dat handig is om te weten. Mocht je nog vragen hebben, dan kun je me mailen of kun je me bellen. En vanavond dan draai ik dus de pilot zelf voor het eerst. Ik zal jullie ook nog op de hoogte brengen van mijn ervaring en dat dus met jullie delen. In ieder geval succes met de hutspot waar ik jullie mee confronteer. Succes!